Hallo, volgens mij zijn we live. Kunnen jullie mij horen? Dat is de eerste vraag. Er zit een beetje vertraging in de lijn, weet ik. Ik denk een seconde of 10. Dus ik wacht nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Horen jullie mij? 4, 3. We horen het wel als iemand ons niet hoort. Ik kijk met een schuin oog naar de... Ja, gelukkig. Het lukt, de techniek lukt. We zijn ietsje later, omdat we in één keer paniek hadden. Doet het geluid het wel? Zo gaan die dingen volgens mij, blijkbaar, schijnbaar. Leuk dat jullie er zijn. Willem en ik zijn er ook weer. En ik heb al heel erg veel vragen gekregen. Zowel via de mail als nu al in de chat. Ik zie ze allemaal opkomen. En dat is hartstikke leuk. En blijkbaar was het nodig, deze... Vrijdagavond vraag en antwoord. Zaten jullie met prangende vragen te wachten. Dus ik ga weer mijn best doen om de vraag te beantwoorden. En ik hoop dat de vragen geschikt zijn voor iedereen. Dus dat het leuk is voor iedereen om naar te luisteren. En dat het niet heel specifiek voor één dingetje geldt. Dus ik ga daar wel mijn best voor doen. Ik selecteer, dus... Selectie aan het woord. Heeft hele precieze instructies gekregen daarvoor. Afgelopen weken ben ik met mijn cursisten in de die ik hier fysiek op Nijles heb, ook online bezig geweest met Nijles. En daar zaten dan cursisten bij die al heel erg lang bezig waren en cursisten bij die eigenlijk pas net begonnen. En die dan zeiden, oh, ik heb alleen maar domme vragen en ik durf eigenlijk niet zo goed. En toen zeiden wij, ik, maar ook de rest van de cursisten, dat het eigenlijk heel erg fijn is. Dat je ziet dat je zelf al een heel eind bent gekomen. En want ik zelf naai nu een jaar of 6. En cursisten die dan daar in die sessie bij aanwezig waren, die naaien dan wat korter. Maar in 1 of 2 of 3 jaar leer je al zoveel, dat je dan denkt, oh ja, 3 jaar geleden wist ik dat ook niet. En dat geeft ons dan weer een goed gevoel. Dus... Met andere woorden, stel gerust je domme vragen, want dat geeft andere mensen een goed gevoel. En jij hebt een antwoord, dus dat is ook fijn. Zullen we beginnen? Ja, de eerste vraag dan maar. Dat is gelijk wel, denk ik, eentje die heel algemeen is. Of in ieder geval die voor iedereen leuk is om te horen. Mm-hmm. Dat is deze van Judith. Ten eerste heel gezellig, zegt ze, dat we het weer doen. Maar haar vraag is... Je gebruikt vooral patronen van Fibermood en La Maison Victor. Wat maakt het dat je deze kiest? Wat maakt dat ik deze kies? Nou, er zijn een aantal patronen die ik bewust niet kies. En er zijn patronen die ik niet kies omdat het aanbod zo overweldigend is. De La Maison Victor en de... Ik heb ze hier toevallig liggen. La Maison Victor... Daarmee begon ik toen ik zelf ging naaien, 6 jaar geleden toen het blad voor het eerst uitkwam. Begon ik hiermee te naaien en ik vind de patronen toegankelijk en de werkbeschrijving is ook toegankelijk. Dus dat is een reden waarom ik voor La Maison Victor kies. En ja, ik heb vrij veel jonge cursisten op les en de patronen uit deze bladen vind ik, die spreken mijn cursisten aan. Dus dat zijn twee belangrijke redenen. Ze zijn en toegankelijk. Want je kunt ze gewoon in de winkel kopen. En het zijn hippe modellen. Daarnaast naai ik ook best wel heel erg veel uit de oktober. Maar die komt iets minder vaak uit. Dus dat komt minder vaak voorbij. En misschien post ik het ook minder vaak. Dat zal het ook wel zijn, denk ik. Want die oktober, ja, ik ben er nogal fan van. De pasvorm is goed. Misschien dat de modellen wat degelijker zijn. Maar er zitten wel echt leuke dingen in. En voor kinderkleding vind ik die oktober kinderen ook echt heel leuk. Hoewel je wel ziet, hè, ik heb al een jaar of 6 nu zo'n abonnement, dat het zich wel herhaalt, die kinderkleding. En dan zijn er nog heel erg veel online patronen te koop. Dus van die PDF-patronen, bijvoorbeeld van Closet Core Patterns, daar heb ik een aantal patronen van. En... Je hebt een leuke Nederlands-Japans merk. Die vrouw zit in, is Japans, woont in Amsterdam. Yuki heet ze. Griekse I-U-K-I. Heeft mooie jassen. En er zijn echt
zoveel patronen. Het is bijna overweldigend. En daarom kies ik vaak voor die twee meer mainstream, omdat ze toegankelijk zijn. En wat ik net zei, van dat ik ook voor dingen bewust niet kies. Daar hebben we het al eerder in zo'n vrijdagavond vraag en antwoord sessie over gehad. Bijvoorbeeld de knipmode, daar kies ik dan bewust eigenlijk niet voor, omdat ik zelf de pasvorm niet zo heel goed vind. En mijn cursisten de werkbeschrijvingen moeilijk vinden om te volgen. En dan heb ik een abonnement op de knip en dan wordt er niet zo heel veel uitgemaakt. En dan, ja, weet je, dan, dus ik selecteer op basis van ook wat mijn cursisten leuk vinden. Dus misschien ook wel, er komt nog een vraag binnen die daar een beetje op aansluit. Mm-hmm. Van Eva Marije, die zegt, heb je ook tips voor boeken, bladen met veel basispatronen die geschikt zijn voor super duper beginners? Ja, ik vind dus de Octobre heel fijn, omdat daar heel veel, dat zijn dan vooral de kinderversie. Omdat er veel basispatronen in staan voor kinderen. Dus ik weet niet, Eva Marije, of je op zoek bent naar patronen voor kinderen of voor jezelf. Maar je hebt ook bijvoorbeeld van Lamson Victor een aantal boeken. Dus hebben ze simpele patronen gebundeld. En ja, er is zoveel te koop. Zo ontzettend veel. Dat ik het moeilijk vind om daar een 1 of 2, 3 hele goede. Op internet tips misschien ook wel, of niet? Ja. Ja. En het is ook echt heel erg smaakgevoelig. Dus dingen die jij leuk vindt, vind ik misschien niet leuk. En andersom. Misschien zijn er in de chat nog mensen die goede tips hebben. Gooi het er maar in. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, een beetje een technische vraag. En dat is van Eveline. Mm-hmm. Die heeft een vraag over het aantekenen van naadwaarden bij scherpe hoeken. Ja. Wat is een handige manier om dit te doen? In de punt is de naadwaarde dan namelijk veel meer dan 1 centimeter. Ja. Dus bijvoorbeeld die Frida blouse die ik van de week aan had, die heeft dan een, ik ga even wat tekenen hoor. Misschien, dus ik teken even als voorbeeld, die had een rechte, ik teken hier even het plaatje van de blouse aan zich. Dus die had een rechte hals en dan zat hier zat een raglan mouw, die was dan zo aangerimpeld. En hier op die, hier zit dan de nek. Is deze stift een beetje te zien? Niet echt, hè? Ja, gaat wel. Dus die mouw, die hier zo, zat een elastiekje. En die rimpelde dan door die kop van die mouw. Nek. En dan zat hier die hals, die is dan recht. En aan de binnenkant werd die hals afgewerkt met een beleg. Zo. Dus dat patroondeel van dat beleg, dat was een beetje zo'n, hoe noem je zo'n vorm? Trapezium? Is dit een trapezium? Nee, dat is zo schuin, hè? Hoe noem je zo'n, nou ja, het liep zo. Een afgestompte kegel. Wat? Ja. Nee. Oké. Okay. Dus het beleg had deze hoek. Volgens mij is het dan een trapezium. Is een trapezium niet scheef? Ja. Zou ik moeten weten. Wie verlost het? En dan ga je, zoals Evelien vraagt, naadwaarde aantekenen. Dus dat doe ik dan met mijn lineaal, naadwaarde. En zo aan de onderkant, nou dat is dan nog vrij simpel, dat zijn rechte lijnen. Maar vervolgens ga je dan hier, en dat is wat Evelien bedoelt, die hoeken, nou doe ik deze hand ook nog even voor de volledigheid. Links. Ja, ik probeer zo te kijken naar, dus daar en daar is die naadwaarde veel groter. Dat klopt. Hier, in dit geval, moest dit lijntje wordt meegestikt daar in die mouw. Dus in die raglannaad. Iets lager. Hè? Oh, sorry. Ja, dankjewel. Die wordt dan meegestikt in die raglannaad. Dus deze volledige lijn moet meegestikt worden. Dus ik kan dit wel afstompen. Maar dan zal dat daar losflapperen. Dus dat is een reden om dat wel gewoon zo door te tekenen. Maar wat, dat is in het geval van dit beleg moet dat meegestikt worden. En is het niet zo erg als dat dan daar op dat punt een beetje een rare hoek is. Het is juist nuttig. Soms is het zo dat je bijvoorbeeld, stel ik draai hem even om en dan wordt dit de kraag. Even kijken hoor, het is gespiegeld. Dus stel dat je een
kraag met staander aan het maken bent, overhemd, en dit is de kraag, dan krijg je ook die uitgerekte naadwaarde. Maar wat je dan moet doen, want je wilt dan wel heel precies stikken, is even met je radeerwiel en je radeerpapier ertussen. En dan geef je daar op die punten precies de patroonlijnen aan. Dus dan weet je precies daar waar je moet stikken. Kijk, hier bij die rechte lijnen kun je dus volgens de methode die ik hanteer, heel goed het streepje naast je persvoet, dat 1 centimeter weergeeft, gebruiken om precies hier op 1 centimeter te stikken. Maar hier wordt dat een beetje, dan moet je die hoek om, en waar moet je dan precies de hoek om? Dus de patroonlijnen even aangeven. Met radeerpapier en je radeerwiel. Beetje ingewikkeld om je voor te stellen zo, maar denk ik niet. Ja? Ja, misschien dat de kijkers het wel allemaal begrijpen. Zo niet, geef even een gil. We kregen wat reacties op de vorige vragen. Dus, ja. Er wordt gezegd dat de patronen van Belle Étoile... Ja, dat is een Franse of een Belgische volgens mij. Ja, het klinkt Frans in ieder geval, hè? Ja. Dat die leuk zijn voor beginners. Althans, okay. Ik denk dat dat bedoeld wordt. Ja. En het blad Katja wordt genoemd. Of okay. Dat is eigenlijk de vraag aan jou of je het kent. En of nee, je dat je ken ik vindt. Niet. Nee. Ik volg ze wel op Instagram. Ze hebben leuke posts, plaatsen ze, maar ik ken het blad zelf niet. Nee. Nou, zo leer jij ook nog eens wat bij. Ja, hè? Ik schrijf het gelijk op. En dat wordt nog bevestigd door de Leonie, dat Belle Étoile inderdaad ook duidelijke werkbeschrijving heeft. Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Als je, wat ik net zei, bijvoorbeeld over de knipmode, maar dat geldt echt niet alleen voor de knipmode hoor. Kijk, zij moeten in heel weinig woorden iets aan jou uitleggen. En dat is echt een vak apart. En als je uitgaat van vaktermen, hè, dat jij die kent, dan is zo'n heel sumier beknopte tekst goed te begrijpen. Maar als dat niet zo is, ja, dan heb je echt wel wat aan plaatjes en wat uitgebreidere tekst. Ja, ik was klaar. Oké. Weer iets technisch. Hmm? Dat gaat over, dan moet ik het goed zeggen, trico. Toch? Hoewel... Vorige keer werd beaamd, hè, dat trico ook kon, hè? In toch? Frankrijk zeggen ze trico. Je hebt een halsboordje. Kan je dit met een dunne vlieseline beplakken of moet je speciale rekvlieseline gebruiken? En kun je dat überhaupt kopen? Ineke, 1. Je moet een boordje niet beplakken met vlieseline. Want dan is de rek eruit en dan is het niet meer functioneel. Kijk, als jij een beleg maakt, waar we het net over hebben gehad, met die Frida Blouse, dat beplak je met vlieseline om ervoor te zorgen dat het stevig is. Ik zag trouwens een vraag van Karin langskomen over ga ik gelijk even beantwoorden. Karin vroeg: wat nou als je vergeten bent vlieseline daarop te plakken? Ja, gewoon even loshalen en vlieseline erop plakken. Sorry. Dus dat beplak je met vlieseline om ervoor te zorgen dat dat mooi stevig blijft. Bij een halsboordje wil je dat eigenlijk niet. En een halsboordje is iets kleiner. Hè? Zie je het anti-lubberende boordenbeleid. Dat is wat strakker en dat zorgt ervoor dat het mooi op zijn plaats blijft. Dus het boordje zelf niet beplakken. Wel kun je beplakken de hals van het shirt waar het bordje aangezet wordt. En dat doe je met zo'n strookje flexibel naadband. Dat vind je in mijn webshop in wit en zwart. Dat plak ik altijd lang als ik een shirt voor mezelf naai. Bij kinderen doe ik het niet hoor. Maar dat beplak ik met zo'n randje vlieseline, zo op vorm, is 1,5 centimeter geloof ik. En dan blijft de stof van dat shirt mooi in vorm. Dus wel het shirt, niet het bordje. En er is ook rekbare vlieseline aan de meter. Dat is H410. Vind je ook in mijn webshop. Dus als jij bijvoorbeeld een jurk of een trui maakt van rekbaar materiaal, van French Terry of zo, en je werkt dat af met een beleg, dan kun je die vlieseline gebruiken. Er zit nog een klein beetje rek in. Zit daar nog een logica in eigenlijk, in die getallen? H410, is het gewoon een naam? Ja, dat is een soort van, in mijn administratie heb ik ook codes. Ja, het is gewoon een code? Of staat het ergens voor? Er zit vast wel logica in. Rekbaarheid of zo? Nee, ja, je hebt H en je hebt G. Dus die, misschien,
Want ik heb een aantal H's en dat is allemaal synthetisch materiaal. En ik heb een G en die is van katoen. Misschien is dat de overeenkomst? Ik weet het niet. Kun je op de website van www.friseline.de kun je dat vinden. Oké. Okay. Nou, allemaal daarheen. Ja, snel, nu. Nou, er wordt nog eventjes weer gereageerd op de... Er komen nog meer bladen voorbij. Oh, mooi, ja. De B-trendy of B-trendy. Ja. B-trendy zal het waarschijnlijk zijn, hè? Dat klinkt mooi. A-trendy, B-trendy. Ja. Ja, dus dat is vooral, volgens mij vooral kinderkleding, toch? Dat weet Alja vast. Ja, of iemand anders... En ze zeggen overigens dat ze jouw technische uitleg heel goed begrijpen. Oh, fijn. Dus het zal aan mij liggen. Misschien kun jij straks nog iets vertellen over houten... Ik krijg wel eens wat vragen over in de cursus. Alles over het overhemd gebruik ik zo'n strijkhulp. En het is een plankje. Dat heeft allemaal verschillende vormen met boogjes en puntjes. En dan kun je dus bijvoorbeeld een kraag of een... mouwkop verschillende dingen kun je daar overheen draperen en dan kun je het strijken. Dat is hartstikke handig. En die heeft Willem voor mij gemaakt, dus ik krijg daar wel eens wat vragen over. Kun je daar nog wat over vertellen? Of overval ik je hiermee? Nee, dat is een vorm die je wel op internet kunt vinden. Kun je gewoon een patroon van vinden eigenlijk. Ja, maar ik zocht daar laatst naar en toen kon ik hem niet meer vinden. Dus die jij toen hebt gebruikt, heb jij die nog... ergens opgeslagen. Ja, maar die is dus niet van mij. Die staat op internet. Volgens mij was het een Russische site of zo. Ja, ja. Als ik hem vind, zal ik hem wel even kijken of ik hem ergens op mijn website kan plaatsen. Met uiteraard een linkje naar de eigenaar ervan. Ja. Dus als je een handig figuur in je omgeving hebt. Ja, je kunt ze overigens ook commercieel kopen. Hè? Je kunt ze ook kopen. Als je vriend dit niet aan wil doen. Of je vader, of je broer. Ja. Ja. Helemaal in het begin stond nog wat leuke vragen. Ja, daar zit ik naar te kijken. Okay. Er vraagt iemand... Marion, hoe pas je een jurk aan als je een holle rug hebt? Ja. Hoe maak je de pasvorm goed, is denk ik de vraag. Of, ja. Nou ja... En Marion had me hier ook al over gemaild. Dus de vraag was deels over een jurk waar dan bijvoorbeeld ook elastiek in de taille zit. Of een rechte jurk. Nou ja, eigenlijk wat ik nu ga vertellen is van toepassing op alle soorten jurken. En ik neem het als voorbeeld even de Cilia jurk. Ik ga even wat tekenen. Dan heb je de middenachter. Dus dit is de schouder, armschat. Er wordt gezegd dat ze grappig samen zijn. Zijn we ook. Oké, dus stel, dit moet ik even wat rechter tekenen. Dus dit is dan echt recht. Want dan heb je dat bijvoorbeeld aan de... Wacht even, zo. Aan de stofvouw liggen. In het geval van die Cilia jurk. Is dat een heel recht achterpand. En bij de meeste mensen... Nee, correctie, bij alle mensen, die wat voor figuur je ook hebt, staat zo'n heel recht achterpand niet zo mooi. Laat ik het zo zeggen, het staat mooier als daar een beetje figuur in zit. Dus wat je dan kunt doen, wat ik bij dit patroon heb gedaan, en daar heb ik ook op mijn website heb ik daar een uitlegje over staan. Dus dan zoek je die taille op, dus dat is het smalste punt. Het kan zijn dat jouw taille... lager of hoger zit dan het smalste punt daar. En dan ga je doen wat ik je nu ga uitleggen. En dan kom je erachter dat het toch niet zo heel mooi is. Dan moet je dat eventjes een beetje gaan verschuiven. Maar wat je dan doet, is je maakt een middenachternaad. En in die middenachternaad, dus je maakt hier eigenlijk twee patroondelen van. Ik overdrijf het nu een beetje voor de foto. Zo. Voor het beeld. Welke foto? Ja sorry. Is dit zichtbaar? Ja. Iets verderaf. Ja, oké. Okay. Dus, dat kan niet. Je kunt het daar zien. Ja, oké, okay, ik doe mijn best. Dus daar doe je hem niet aan de stofvouw, maar je knipt, het is net gespiegeld, zie je dat? Twee losse patroondelen en je stikt dat dan aan elkaar vast
Met dus dat hobbeltje hier zo eruit. Ik overdrijf het hier een beetje. Je zou hier bijvoorbeeld 1,5 centimeter op taillehoogte weg kunnen halen. En dan heb je ze in totaal op rughoogte 3 centimeter weggehaald over de hele breedte. Dus je maakt hier eigenlijk, ja, je maakt dit dan op vorm. Als je dat niet mooi vindt, of als je bijvoorbeeld een stof hebt waarbij het niet mooi is als er een middenachternaad in zit, dan doe je dit niet. Leg je hem wel aan de stofvouw, maar dan teken je eigenlijk op deze hoogte. En ook hier overdrijf ik het weer een klein beetje, maar dan is het wat zichtbaarder zo in het klein. Een koepnaad. Waardoor je dus vorm in die rug krijgt. En wat voor figuur je ook hebt, dat staat bij iedereen beter. Echt waar. Ik zie het zo vaak in de studio. Dat staat bij iedereen beter. En het maakt dan dus niet zoveel uit of je... Omdat het beter aansluit. Dus die holling van die rug. Sommige mensen hebben veel holling. Sommige mensen hebben weinig holling. Maar het is eigenlijk altijd mooier. Dus als jij een patroondeel hebt dat aan de stofvouw ligt, dan kun je dus op deze manier wat vorm creëren. Of op deze manier. En soms heb je wel al middenachternaad, omdat er bijvoorbeeld een rits in moet. En dan kun je datzelfde doen. Dus hier wat wegnemen op taillehoogte. En als het uit 2 losse onderdelen bestaat... Ik weet niet of dit heel goed zichtbaar is trouwens. Ja, dan moet je... Ja. En als het uit... Zo kan het ook, ja. Ja, en als het uit 2 losse onderdelen bestaat, dan leg je ze even tegen elkaar aan om dit te tekenen. En dan haal je ze daarna weer uit elkaar om te naaien. Dus Marion, ik hoop dat je vraag beantwoordt. Ja. Ja, oké. Yvonne, die heeft een vraag over het krijtwieltje en de uitwisbare stift. Is dat te vergelijken met een, ik denk, radeerwieltje? Hè, dat ja. Ze bedoelt. Ja, ik zeg radeerwieltje, maar er zijn ook mensen die zeggen radarwieltje. Oh, dat is weer zoiets. Dus ik heb niks Frans aan. Nee. Ik kan Dimpje ons helpen. Is er verschil? Nou, ik gebruik het eigenlijk allemaal. Ik gebruik het radeerwiel of het radarwiel en het carbonpapier als ik stof heb uitgeknipt. En dan liggen mijn stoflagen nog zo met de achterkant tegen elkaar aan. En dan ga ik op cruciale punten. Dus ik doe dat niet overal. En zo heb ik het wel geleerd vroeger van mijn moeder. Maar dat doe ik niet meer. Ik doe het alleen op cruciale punten. Zoals bijvoorbeeld bij zo'n de kraag en de staander. Maar niet bij de zijnaden van de mouw. Schuif ik dat carbonpapier dubbel ertussen. En dat is speciaal kleermakers carbonpapier. Dus niet van dat zwarte spul wat er bij bonnetjes zit. Het is uitwasbaar. En daarna ga ik daar met mijn radarwieltje of radeerwieltje overheen. En dan heb ik dus aan de binnenkant van de stof de patroonlijnen. Die uitwasbare stift en het krijtwieltje gebruik ik voor kleinere stukjes. Dus als ik bijvoorbeeld, als je een mouw hebt, heb je daar op de kop. En hier voorin heb je zo'n klein merktekentje. En dan wip ik die stof even open. En dan ga ik met dat stiftje of met het krijtwieltje aan de binnenkant van de stof even dat kleine markeringetje zetten. Het verschil tussen beide is dat het krijtwieltje wit is en de stift blauw. Dus blauw gebruik ik voor lichte stoffen, de stift, en het krijtwieltje voor donkere stoffen. En het krijtwieltje is ook nog wel makkelijk, want het is namelijk lekker scherp. Dus dat is iets anders dan een krijtje. Kijk, waar heb ik er hier eentje? Dimfie zegt trouwens dat ze er zo snel geen Franse naam voor heeft. Oh, jammer. Ik heb even mijn spul niet paraat. Heb jij zeker opgeruimd? Ik zou niet durven. Een krijtwieltje is dus eigenlijk een soort wieltje met krijt. Wil je dat kratje, dat staat er bovenop. Ja, nou ja. Oh. En daar komt een heel precies streepje uit. En dat kun je wel bijvoorbeeld zo langs je liniaal halen. Dus als op wol of zo werkt dat sowieso goed. Het radeerwieltje het eigenlijk niet zo goed doet. Dus het is handig, vind ik, om het gewoon allemaal in je naaikoffertje te hebben. Zodat je eigenlijk voor op allerlei verschillende stoffen altijd wel iets kunt markeren. Ja. Nou, als we het toch over handige spulletjes hebben. Snijmatten, ben jij ook natuurlijk een grote voorstander van. Mm-hmm. Carlijn die zegt, ik wil een snijmat kopen. Zijn er dingen waar ik op moet letten? Kwam een zelfherstellende tegen bijvoorbeeld. Is dat handiger? Nooit gehoord, hè. Zelfherstellende snijmat. Ja, dat heb je ook met snijplanken. Geloof ik. Ja. Dat is met bamboe, dat dan weer dicht gaat. Ja, dat is zeker wel handig. Kopshout. Ja, ik zou...
Ja, sorry, dat is mijn referentie. Ja. Ja, je gaat er natuurlijk met je mes doorheen. En, maakt dat uit, zeg maar? Is dat op een gegeven moment versleten en dan niet meer goed te gebruiken? Ja, op een gegeven moment zijn ze wel... Gaan die stof eraan haken. Dat. En ze worden gewoon viezig. Omdat dan je drukt eigenlijk die stof, die mat in. Dus er zitten altijd pluisjes in. En ik heb wel eens... Dat dan cursisten met van die... Het is dan zeker in het winterseizoen zo. Van die nepbondstoffen of... van die hele wollige stoffen. En die gaan ze dan snijden op die matten. En dan kun je als een soort crime scene... Kun je na de les... nog een week na de les... precies dat jasje zo in die mat zien zitten. Dus daar gaat geen zelfhelend vermogen iets aan doen. Met het krijtwieltje afgetekend. Ja, precies. Ik heb heel veel verschillende matten. Ik heb ook zelf matten in de webshop. Daar staat niet bij dat ze zelfhelend zijn. Was het zelfhelend? Zelfherstellend. Zelfherstellend. Ja. Zelfhelend klinkt iets... dat is iets anders. Maar ik zou dus niet durven zeggen, oh, die mat is zelfherstellend, dus hij is beter dan die andere mat. Die administratie heb ik niet zo goed bijgehouden. Ik zou het er vooral op wagen. Kijk, het voordeel van een... je hebt ook hele goedkope matjes bij de Action bijvoorbeeld, die zijn heel hard. En daar maak je echt dikke deuken eigenlijk in met je rolmes en die herstellen zich echt niet. Dus het is wel zo dat als je een mooie mat hebt, dat je daar wel wat geld voor neer moet leggen. Ze moeten een beetje flexibel zijn, maar niet te. Dus die van de Action zijn keihard. Dat snijdt ook minder lekker. Als ze te zacht zijn, dan vervormen ze vrij snel. Dus dan kun je ze... In de studio heb ik een hele prachtige snijtafel. En die heeft Willem gemaakt met hele mooie planken. Maar die planken die trekken een beetje. Dus dat wordt een beetje bobberig. En die snijmatten hebben helemaal die vorm aangenomen. Dat is een tijdje geleden hoor. Ja, je bent inmiddels heel veel verbeterd. die snijmatten die ik in de winkel heb, die zijn niet zo heel groot. Die zijn 45 bij 60 geloof ik. Maar daar zit een dikke laag tussenin. Dus de buitenkanten die zijn van vrij zacht materiaal. Maar die dikke laag binnenin, die zorgt ervoor dat die mat dus recht blijft. Dat vind ik wel een voordeel ervan. Dus ga voor niet de goedkoopste. Ga voor een vrij groot formaat. Want als je allemaal kleintjes hebt, dan blijf je aan het schuiven. Je leert ook van miskopen. Maar dat geldt voor alles in het leven. Dat je van miskopen leert. Wijze levensles. Ja, precies. En daar moeten jullie het mee doen. Oké. Okay. Ik krijg wat vragen over naalden. Mm-hmm. Die eerste is van Dimfy. Mm-hmm. Hoeveel kan je globaal stikken voordat je je naald moet vervangen? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik het ook vaak met cursisten over. Ik heb eens gehoord 6 uur. Dus dat is niet... Ja, dus 6 uur aan een project. Ik heb 6 ook kilometer. 600. Hm. Ik heb wel eens gehoord dat je met elk project je naald moet wisselen. Wat ik zelf doe, is ik zorg ervoor dat ik wissel per project. Dus als ik met viscose bezig ben, dan naai ik met een microtex naald. Als ik vervolgens doorga met een spijkerbroek, dan pak ik een universele naald. En die leg ik dan niet terug in het doosje, want in het doosje zijn ze nieuw. Dus ik leg ze dan ergens neer en vervolgens gaat dat gewoon dan... ergens. Ja, precies, daar meestal. En vervolgens loopt dat dan wel een beetje door elkaar, dus je moet die kleurcodes wel goed in de gaten houden. Maar je weet dat je een botte naald hebt als je steken gaat overslaan, bijvoorbeeld. Of als je ziet dat de naald gaatjes in je stof maakt. Dan moet die naald gewoon eruit en dan moet je er een nieuwe in zetten. Want eigenlijk zijn de meeste issues... vragen van cursisten die ik bijvoorbeeld krijg, zijn mijn naaimachine doet zo gek. Maar meestal is het dan niet de naaimachine. Dus natuurlijk krijg ik een foto doorgestuurd van een stiksel dat er niet mooi uitziet. Of raar lust aan de achterkant. En dat is meestal heel snel op te lossen door er een nieuwe naald in te zetten. Of opnieuw inrijgen. Of een nieuwe naald. Is die gewoon bot? Dan is die gewoon bot. En botte naalden doen rare dingen. Scheve naalden kan ook. Ja, dus dan zijn ze een Oud-Hollandse beetje... Je moet niet op een scheve naald rijden. dus een scheve naald kan ook ervoor zorgen dat je een rare stiksel krijgt. Dus
eigenlijk is dat... ja, dat wisselt een beetje hoe voorzichtig je bent. Kijk, als jij naait over je spel dan heen... dan zul je sneller je naald moeten wisselen. Bij mij breekt er ook nog wel eens een naald. Nou, dan wissel ik hem. Dus ik ben daar niet... Ja, jij gaat niet door. Nee, ga ik niet door. Okay. Ik zo, dat vind ik echt heel ouderwet. Gewoon doorgaan met een kapotte naald. Nee, dus bekijk het een beetje pragmatisch. Kijk naar je steeksel, is het nog mooi? Lekker doorgaan. En anders vervang je hem. Maar pas dus wel je naald aan de juiste stof. Ja, ja? Daar zullen we het mee dat, doen. Was dat te streng? Nee hoor, hele goede advies. Mm. En wat vragen over tweelingnaalden? Ja. Van Milja. Mm-hmm. Als ik deze gebruik, komt er altijd een dikke rand tussen. Hoe krijg ik de stiksels plat zonder de dikke rand ertussen? Ja, daar heb ik praktisch een hele online naaicursus aan gewijd. Gewijd. Dus daar heb ik heel veel hele goede tips over. En die kun je allemaal vinden in de online naaicursus. Alles over randjes afwerken. Er zijn een paar trucs en het heeft te maken met steeklengte en draadspanning. Dus de bovenspanning moet hoger en de steeklengte ook. Dat zijn de trucs. Oké, want er is nog een vraag over de spanning bij een tweelingnaald. Ja. Welke spanning moet je gebruiken voor de tweelingnaald? Ik begin altijd met 1 tot stand 8, maar ja. Je ziet nooit wat eigenlijk het beste is. Soms is de stof tussen de twee stiksels ook wat opbollend. Ja, dan is dus je steeklengte te kort. En dus je steeklengte moet sowieso omhoog. En die bovenspanning, ja, dat is er, elke machine heeft zijn eigen optimum. En in die cursus, alles over randjes afwerken, laat ik allemaal fotootjes zien. Hoe je dan precies het optimum vindt. Dus ik kan niet nu zo zeggen, 8 is bij jou het beste. Want ik heb verschillende machines, verschillende Pernina's. En elke machine heeft zo weer zijn eigen optimum. Dus de hoge bovenspanning zorgt ervoor dat die onderdraad goed uit elkaar wordt getrokken. Dus die zigzagt dan lekker ver uit elkaar. Dus ik wil aan de onderkant niet te veel bovendraden zien. Maar... als je voorbij het optimum bent, trekt die bovendraad weer zo hard dat die onderdraad, bij wijze van spreken, het gebeurt heel soms wel, dat die bovendraad dan bovenop terecht komt. En dan trekt die weer te hard. Dus ga op zoek naar dat optimum. En het wisselt per stof. Als jij met een dunne, soepele modal stikt, dan gaat die veel sneller opbollen dan met een dikkere French Terry. En dan zit tricot er nog tussenin. Dus met die modaal is het wel een beetje lastig. Maar dan helpt goed strijken, dus het goed plat strijken ook best wel. En het gewoon accepteren dat daar een klein beetje een worstje, zo noem ik dat, tussen zit. Ja. Ik denk dat de vraag van Karin ook beantwoordt. Mm-hmm. Stof tussen tweelingnaald blijft niet glad. Dat doe ik niet goed. Dat is een polijn wat jij bedoelt. Dat denk ik. Ik denk dat Karin het worstje bedoelt. Ja. Nou, er zijn nog wat dingen teruggekomen over wieltjes en radeerwieltjes en krijtjes. En, even kijken. Trust die zegt, als ze krijtje gebruiken als laatste, een laatste stukje zeep. Als dat bijna op is, kun je daar super strakke lijntjes mee maken. En je wast het er altijd weer uit. Nou, goeie tip. Klinkt logisch, hè? Ja. En dat is heel goed voor het milieu, hè? Stukje zeep. Geen plastic flessen en zo. Oh, je bedoelt in plaats van vloeibare zeep. Ja. Ja, want met een fles lege Sanex lukt dat niet. Even kijken. En Yvonne zegt nog, met krijtwieltje gaat het beter. Dus dan met zo'n los krijtje. Ja. Die is niet zo nauwkeurig. Ja, en die sleept ook de stof een beetje voort. Dus die... Is wat dikker of niet ook? Ja, dat, en niet scherp. En dan duw je die stof zo weg. En dan krijg je totaal niet wat je eigenlijk wilt. Marisa, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die zegt, hoe kan ik het radeerlijntje goed op de stof krijgen? Ik heb vaak problemen met bijvoorbeeld een staander die je dan eerst met vlieseline beplakt. En dan krijg je het patroon er niet meer netjes op. Ik probeer even het probleem te begrijpen, zodat ik dat kan beantwoorden. Ik kijk trouwens steeds die kant op, omdat daar zo'n scherm staat met de vraag.
Ja, dus misschien is het de vlieseline of zo die er dan tussen zit. Ja, of zit die dan misschien niet goed vastgeplakt? Dat je even iets langer moet strijken. Iets meer hitte. En je hebt een glad radierwieltje en je hebt een gekarteld radierwieltje. Misschien is daar ook... Kijk, met dunne stof zoals deze viscose gebruik ik een glad radierwieltje. Omdat ik niet wil dat gekartelde wieltje gaatjes maakt in mijn stof. Maar eigenlijk bij alle andere stoffen gebruik ik die gekartelde. Ze zegt niet meer precies op de stof. De stof wordt groter. Maar dat is niet zo heel erg. Want uiteindelijk, dus dat klopt, hè, als je met viscose werkt en je strijkt dat, dan ontspant zich dat. Dus het liefst strijk je het voordat je dus de patroondelen eruit knipt. Want dan is het al ontspannen. Dus dan voorkom je dat probleem een beetje. Maar ook al is die stof een beetje groter geworden dan je patroondeel, jij legt het erop en dan hoeft het niet te matchen met de uiteinden. Uiteindelijk wil ik die staander of die kraag eruit zien te krijgen. En die is net zo groot als jouw patroonpapiertje. Dus als het dan een beetje groter is geworden en een beetje verder dan je patroon, of het uitsteekt naast je patroonpapier, is dat niet zo erg. Want je kunt dus wel die vorm van die staander er nog uithalen. Ik begrijp wat je bedoelt nu. Ja. Dan misschien weer iets algemeens. Mm-hmm. Wiebke. Oh, Wiebke, die vraagt... kies je altijd eerst het patroon of eerst de stof? Ik zie vaak zulke mooie stof, maar daar een patroon bij zoeken blijft lastig. Heb je hier nog tips voor? Ik beantwoord eerst je eerste vraag. Doe hem eens terug. Dat kan ik ze niet allebei onthouden. Kies je altijd eerst het patroon of de stof? Toen ik begon met naaien, en ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is, koos ik eerst de stof. En daarna ging ik wel op zoek naar een patroon. Maar dan kwam ik er toch vrij vaak achter dat je dan net te weinig hebt. Of veel te veel. Dat je dan stomme restjes overhoudt. Waar je nu overigens hele leuke mondkapjes van kunt maken. heb ik gisteravond zitten doen. Ik heb nu bij elke blouse een mondkapje. Dus het is niet altijd... Je kunt niet ieder patroon met iedere stof maken, toch? Nee, precies. Dus dat wou ik inderdaad zeggen. Dat je denkt, oh, dat wil ik maken van die stof, maar dat dan niet matcht. Weet je wel? Dus dat je een geweven stof hebt voor een patroon dat rekbaar moet zijn of andersom. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Als je een enorme voorraad hebt van lapjes waar je steeds net niks mee kan, is dat best wel jammer. Dus nu doe ik het andersom. Ik kies een patroon uit. Maar goed, ik heb een stoffenwinkel. Dus ik pak gewoon een baal stof uit de kast en ik snij precies af wat ik nodig heb. Nou, daar gaat die voorraad in. Dus, ja. Telt dat niet helemaal. Maar als je een beetje economisch wilt zijn, kun je het beste toch eerst een patroon uitkiezen en daar de stof bij kopen. En economisch is voor je eigen portemonnee, maar ik denk ook dat het wel een wat duurzamer standpunt is. Dat je dus niet met restspullen zit die je niet per se kunt gebruiken. Maar goed, dat gezegd hebben we nu, die mondkapjes, dat is natuurlijk top. Ik maak ook mondkapjes van elastisch materiaal trouwens. Dus ik heb ook een modaal mondkapje, die zit hartstikke lekker. Trico kan ook gewoon, voor Sterry is denk ik te dik. Ze zegt dat het katoen moet zijn eigenlijk, of niet? Ja, dat zeggen ze. Ja, kom. Ik draag het mondkapje ook gerust een week, hoor. Oké, ander onderwerp, denk ik, hè? Dank je. Nou, een complimentje voor het anti-lubberende boordenbeleid. Mm-hmm. Ja, leuk is dat. Sorry dat ik je onderbreek. Annabel zegt dat ze het wel 100 keer heeft gekeken. Oh, was jij dat? Alle kijkers zijn Annabel. Het stond in de Lamazon Victor, hè? Ik was er wel een beetje verbolgen over, moet ik eerlijk zeggen. Want in de Lamazon Victor staat dus iets over anti-lubberen. Maar dat is gewoon mijn term. Vond ik wel een beetje flauw dat ze me dan niet noemen. Ja, je stond toch met je stof. Ja, met een stof. Maar dit is waar ik voor leef. tegen lubberen. Woorden. Ja. Want als je googelt, hè, ik heb het toen even gegoogeld. Ik dacht, misschien zijn er wel meer mensen die dit gebruiken. Ik kom alleen op mezelf en op Ruud Lubbers uit. Anti-lubber? Ja, anti-lubber. Precies. Dus leuk, Annabel. Had je een vraag? Sorry, had ze een vraag? Nee. Dat was gewoon een compliment. Okay. En dat ze er heel blij van werd. Dus
Dat is leuk om te horen. In de online naaicursus Alles over randjes afwerken gaat het nog veel meer daarover. Over boordstof. En ik heb ook nog een filmpje in de pijpleiding. Ik hoop dat ik die volgende week donderdag in een nieuwsbrief kan zetten over... Want ik krijg best wel vaak de vraag... Maar hoe weet ik nou welke stof 80% is en welke 75%? Dus ik probeer daar iets meer licht op te schijnen. En ik hoop dat ik die volgende week donderdag in de nieuwsbrief kan zetten. Ja. En dan wordt nog even teruggekomen op de bladen. Ja. Dus Alja die gaf nog aan de Be Trendy, dat inderdaad voor kinderen is. Ja. Maar je hebt ook My Image, zal het dan ook zijn, hè? Niet, ja. Die is voor volwassenen. Ja. Dus dat is nog een leuke aanvulling. Ja, die bladen kun je niet heel vaak in de bladenwinkel, zoals Bruna of Ako of de boekenwinkel, krijgen. Maar wel vaak bij stoffenwinkels. En ook online bij textielstad.nl bijvoorbeeld. Die verkoopt dat soort bladen ook per post. Per post. Dat klinkt ouderwets. Ik zie dat Margriet ook in de chat is. Zeg Margriet. Nou, die zegt over de zelfherstellende matten, want die snijdt natuurlijk ook veel. Dat het... Fijn is omdat je dan die stof er niet langs haalt. Dan beschadig je de stof natuurlijk. Okay. Ja, Margriet die snijdt leren tassen. En Margriet, heb jij ook niet zo'n plastic mat? Dus zo'n plastic... het is een soort van... Het zijn van die... Dat materiaal is... Toen ik vroeger bij de Albert Heijn werkte, hadden we zo'n koelcel. En dan liep je die koelcel in en dan hingen van die plastic flappen. Oh. Flappen. Die ervoor zorgen dat de koelte in de koelzaal blijft. Die flappen. Dat materiaal, geloof ik, kun je dus ook in het groot bestellen en op de tafel leggen. Dat kun je ook als snijmat gebruiken. Dus dat is doorzichtig. En dat kan je dus in hele grote dingen snijden. Bij mijn modevakschool, waar ik zelf de opleiding volg, ligt dat ook op de tafel. Maar het heeft heel lang heel erg gestonken. Dat was wel een nadeel. En het stonk naar wiet. Ja, erg, hè? Zeg Margriet daar nog iets over? Margriet hoorde het iets later. Oh, Margriet, ja, zo'n diepvriescelmat. Zo'n diepvriescelmat. Ja. Dat is denk ik wel zo'n een groothandelding. Ik weet niet of particulieren... Oh, die kun je vast wel op internet ergens vinden, toch? Ja, dus als je een hele grote tafel hebt en die gebruik je als snijtafel, dan kun je er dus een diepvriescelmat op leggen. Als je daar meer informatie over wil hebben, stuur maar even een berichtje, dan ga ik er achteraan. Oh, en Dimfy die komt nog even terug op het strijken van viscose. Of althans, daar had je het net over, mm-hmm. Over het ontspannen van stof. Is dat dan tijdelijk bij viscose of blijft het na één keer strijken voor altijd ontspannen, zeg maar? Totdat je het wast en daarna haal je het uit de was en dan is het weer zo'n heel stug ding. En dat moet je dan weer strijken en dan ontspant het weer totdat je het wast. Ja. Viscose wordt... in tegenstelling tot katoen. Katoen wordt namelijk steviger, sterker als het nat is. Als het vocht opneemt, wordt het sterker. Dus daarom zijn theedoeken ook altijd van katoen. Viscose wordt zwakker. Dus als dat nat wordt, moet je eigenlijk... je bent aan het strijken en je strijkijzer geeft een beetje over. Als het dan nat wordt, moet je eigenlijk even stoppen met stikken totdat het weer opgedroogd is. Hang het even over de verwarming, pak de föhn erbij. De patronen of de stoffen. Carrie 1, is het Carrie 1? Volgens mij is dat Karin. Karin, ja. Oh, typfoutje. Nee, dat was de vorige keer ook. Ik denk altijd dat dit een... Het is de eerste, ja. Ja, Carrie 1. Ze zoekt een patroon en dan de stof erbij. Of ze jat jouw ideeën. Ja, dat klopt. Karin gaat precies dezelfde blouse maken, Frida blouse. Dus we hebben al gezegd... Ik heb al tegen haar gezegd dat we dan samen op de foto moeten. Dat is hartstikke leuk. Maar wat zei ze nou eigenlijk? Dat ze dus eerst het patroon zoekt en dan de stof. Ja. En Marieke vraagt of je naast mondkapjes nog andere leuke tips hebt voor restverwerking. Onderbroeken of zo. Ondergoed. Dus van tricot kun je leuke onderbroekjes maken voor kinderen. En Marloes zegt haarbandjes. Kun je haarbandjes. Ja. Of een vlaggenlijn wordt genoemd. Ja. Of je kunt dingen combineren. Dus ik maak voor mijn dochter vaak rokjes. Je bedoelt stofjes aan elkaar
Ja, precies. Dus dat je in voor- en achterkant iets anders doet. Ja, ik gebruik die restjes voor proefdingetjes. Dus als ik cursisten iets wil laten oefenen, een rits inzetten of een gulp maken of een paspelzak of zo, dan werp ik ze een proeflapje toe en dan kunnen ze daarop oefenen. Dus het is ook goed oefenmateriaal. En dat kun je dan ook bewaren, zodat je later dat nog eens terug kunt bestuderen, hoe je die steekzak ook weer hebt gemaakt, of die paspel of wat dan ook. Ja, en Marieke zegt, die vraagt of het nog met tricot en French Terry ook kan, hè? Restverwerking. Ja, dus onderbroekjes. Of een, een vlaggenlijn hadden ze het over. En dan zegt ze, nou, misschien even vlieselien erop. Ja, het zal gaan krullen. Dat is voor een vlag natuurlijk niet zo leuk. Want? Als je een krullende vlag hebt. Nee, hij zal omhoog krullen. Maar misschien als je hem dubbel doet, dat hij dan, dat het dan opgeheven wordt. Ja. Ja, wel een goed idee. Ik had een keer een cursist en die maakte voor haar dochters, voor haar kinderen, als ze 18 waren en uit huis gingen, maakte ze een vlaggenlijn van allerlei stofjes die ze in de loop der jaren had verzameld. Dus van oude kleren, maar ook, het zat ook bijvoorbeeld, die dochter die had dan bij een supermarkt gewerkt en had ze die kleding uit die supermarkt had ze mee naar huis gekregen. En daar had ze dus ook bijvoorbeeld, dus als dat groene van de plus, dat zat ook in een vlaggenlijntje. Dat is hartstikke geinig. Ja. We hebben toen toch ook eens in het Verzetsmuseum, was dat geloof ik? Oh ja. Die bevrijdingsjurken. Ja. De bevrijdingsrokken. Ja, dat was op 5 mei. Had iemand het initiatief getoond om inderdaad een bevrijdingsrok te maken. Dus dat patroon dat circuleerde dan door Nederland. En dan kon je, ja, ze hadden natuurlijk geen grote lappen stof, maar allemaal kleine restjes. Met allemaal herinneringen en zo erin. Hè? Ja. Ja, dat was hartstikke vlaggen mooi. En ja, een bevrijdingsrok kun je er ook nog van maken, Marieke. Het is alweer bijna 5 mei. Of misschien 1 juli, als we allemaal weer naar buiten mogen en gevaccineerd zijn. Dat we dan een soort bevrijdingsrok. Ja. Lijkt me ook heerlijk. Dan op het terras in ons bevrijdingsrok. Tempered meubels. Marloes. Marloes, mm-hmm. Tussen haakjes Marloes. Ja. Die vraagt welk patroon je hebt gebruikt voor de blouse die je nu aan hebt. Ja, leuk. Dit is de... En Margriet vraagt ook of de stof... nog te koop is. Ja. Dit is de Venue Top uit de La Maison Victor. Het is een blouse met een blinde sluiting. Dus er zitten knoopjes, maar die zijn dus... dus de sluiting is dus blind. Ja. Met een grappige mouw. En het leuke is, hij staat in een van de eerste magazines. Dus ik denk dat dat 2014 is. En momentje. Je zit vast, hè? Oh, ja, ik ga even. Ik duik even mijn kledingkast in. Waar is die? Nou, intussen zegt Mie Sef. Ik maak bloemen voor in het haar. En knopen bekleden met restjes stof. Dat kan natuurlijk ook. Oh ja. Ja. Kijk, dit is ook een Venue Top. Dit is namelijk een van mijn eerste kledingstukken die ik ooit heb gemaakt. En waar ik ook, die ik gewoon nog draag. Dat is eigenlijk het meest frappante. Dus deze is echt een stuk minder mooi, maar mooi genoeg om wel nog gedragen te worden. Dit was de eerste, dit is de derde. Ik heb er tussendoor nog eentje gemaakt. Het is gewoon een hartstikke leuke blouse. Het enige is dus, ik ben steeds netter gaan naaien. Maar ze doen allemaal, deze, even kijken hoor. Ze hebben allemaal dat die kraag een beetje raar naar binnen valt. Dus er is iets met dat patroon, of iets met mijn lijf, dat kan natuurlijk ook. Dat die... Geks doet. Maar laat je daardoor niet afschrikken. De Venue Top uit de La Maison Victor. En deze stof is de Seeds van Atelier Brunet. En die is er in, heb ik in mijn webshop, in het groen en in het donkerblauw en in het kastanje. Chestnut heet die. Is een mooie stof. Het is een viscose en hij is echt heel soepel. En er zit een soort van ribbeltje in. Yep. Ja. Nog meer vragen. Ja, Emmy die vraagt nog bij een doorschijnende stof. Mm-hmm. Dit is ook al heel dun, hè? Dus niet doorschijnend, maar wel dun. Mm-hmm. Welke versteviging kun je dan gebruiken? Ja, ik gebruik bij die... Want anders zie je natuurlijk de vlieseline. Ja. Bedoel je dan echt doorschijnend zoals een kant?
Ja, ik denk gewoon doorschijnend. Ja, ik gebruik voor de dunste vlietlinie die ik heb in mijn winkel is die H180. En die, als je die strijkt, valt die wel een beetje weg. Hè? Want het smelt natuurlijk enigszins. Het wordt niet hard, maar het valt een beetje weg. Chiffon, zegt ze. Ik denk dat ik het antwoordje op die vraag je schuldig moet blijven. Nou, dat kan ook, hè? Ja, vlieseline.be. DE was het toch niet? Nee, oh. Ja, wel DE, niet België. Ja. Duitsland, DE. Ja. Ja, kan ik wel even induiken. Maar ik zou, nee, kan het antwoord jullie zo niet geven. Sorry. En Marion zegt nog dat de Burda Easy, oh ja, ook voor beginners een leuk, ja, blad is. Ja, ja. Carine, daar had jij toen die jurk uitgemaakt. Die kimono. De maten zijn wel best wel gelimiteerd. Dus het is maar een heel klein setje maten. Ik geloof dat de grootste maat 44 is of zo. Dus dat is niet zo heel groot. Marion, die vraagt, linkshandige liniaal. Blijkbaar hebben jullie het daarover gehad? Of, Nee, Marion. Maar wat ik me wel eens afvraag, ik heb namelijk die grote liniaals. Kijk, hier... Wat is een linkshandige liniaal? Ja, dat is als je... Ik heb een liniaal die ik zelf heel onhandig vind. Want ik heb hem elke keer verkeerd om. Misschien is dat wel een linkshandige liniaal. Want ik ben zelf rechtshandig. Dat de maatvoering van links naar rechts gaat. Ja, dus die begint... Dus ik heb hem hier bij mij van 0 naar 45. En hier gaat hij ook van 0 naar 45. En daar is hij andersom. Gaat hij daar van 0 naar 45. En van daar naar daar. Ik zal er even een foto van maken. En dan probeer ik aan te denken om die dan maandag even naar je toe te sturen. Kun je het zelf even beoordelen of je dat prettig vindt. Ik zag nog een vraag voorbij komen van Gerry. Een stukje terug over een broek. Ja, een pantalon. Hoe maak je een brede rand onderaan een broekspijp? Zoals je die ziet, ook wel ziet bij een herenpantalon. Ja, daar heb ik even over nagedacht. En volgens mij is dat gewoon het principe van een manchet aan een mouw. Dus bij een manchet aan een mouw zit natuurlijk wel een sluiting, overslag. Maar als je dat principe combineert met een boordje, dus je hebt een lange strook en die stik je tot een cirkel. En dat vouw je, en dat stik je met de goede kant op elkaar, dus aan de broek. En dan vouw je dat in en dan sla je ook het naadje in. Dus hetzelfde principe als een manchet. Ik denk dat dat de makkelijkste oplossing is. Ja. En heeft Leonie nog een vraag gesteld? Is die nog voorbij gekomen? Ik kreeg namelijk wat vragen in de mail. En ik heb tegen iedereen gezegd, stel die vraag alsjeblieft in de chat. Want anders kan ik de administratie allemaal niet bijhouden. En dan ben ik het overzicht kwijt van wat er... Een beetje een technische vraag die misschien niet voor iedereen, denk ik. Maar ik heb nog wel hier over de... Wat jij aan hebt, toch? Is het... Dit ging over de Runa-jurk. Ja, die heb ik ook gemaakt. Ja. Marloes zegt, die heeft haar Runa-jurk af. Maar door het inkorten lijken de zakken op een gekke plek te zitten. Of ze die makkelijk kan verplaatsen of beter weg kan laten. Heb je het bovenlijf korter gemaakt? Dan zijn ze dan misschien veel te hoog geworden. Ja, dan zou je ze eigenlijk relatief makkelijk gewoon tot inderdaad kunnen verplaatsen. Als je ze al vast hebt zitten, moet je ze dan wel lostornen. Maar dan moet je ze dus... Ja, je zou ze heel makkelijk gewoon naar beneden kunnen verplaatsen. Moet je even voor zorgen dat je dat dan op voor- en achterpand even markeert. Dat je precies op dezelfde plek begint. Maar dat kan, zeker, ja. Dus als je als je de taille of de bovenlengte inkort, is dat natuurlijk effect op wat er gebeurt met alles wat daaronder hangt. Ik moet de bovenlengte vaak verlengen. En dan teken ik op taillehoogte, teken ik een lijn. En dan leg ik daar wat centimeters tussen, zodat de bovenkant langer wordt. Maar dan zitten bij mij de zakken vaak een beetje te laag. Daar kan ik wel mee leven, maar als ik dat helemaal goed uit zou denken, dan zou ik dus die zakken ook gelijk een beetje omhoog verplaatsen. Ze zegt bovenlijf. FBA gedaan? Ja, full bust adjustment. Oké, ja, zo leer ik ook nog eens wat bij. Ja. En de rok flink stuk ingekort. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Maar die vraag van Marloes, of van Leonie, is denk ik wel... Ja, oké.
Voor algemeen, wil je hem eens erbij pakken? Ja, en tussendoor wordt er nog gezegd over de Venue Blues, deze, toch? Hè? Dat hij, Eveline vindt hem leuk, maar dat hij niet meer te koop is. Oh. Tenminste, die La Maison Victor. Ja. Maar Leen die zegt dat hij waarschijnlijk wel als los patroon te krijgen is. Ja, volgens mij kunnen ze het ook allemaal ook wel. Op de website van... De website van La Maison Victor kun je maar niet alle patronen los krijgen. Maar anders kunnen we eens een keer een verzoeknummertje doen. Sturen we een mail naar La Maison Victor en zeggen we, hey, wij willen dat patroon. Ja, ze verkopen dat toch gewoon. En masse. Ja. Hm? Ze verkopen dat toch gewoon. Ja. Ja, ja, maar dan moeten ze het wel drukken en zo. De vraag van Leonie. Ja. Over het patroon van de Kai-jas. Mm-hmm. Uit de nieuwste van La Maison Victor. Ja, sorry, de VLM. Bij patroondeel A splitst de lijn zich in tweeën. Mm-hmm. Waarom is dit en wat moet ik aanhouden? Ja, kijk, die vraag ga ik... Het is heel, inderdaad heel specifiek, maar ik ga hem toch even beantwoorden, omdat het vaker terugkomt. Hij is een tikje uit proportie. Hij had iets... Maar mijn blad was te klein, dus ik had hem iets... Dit is een voorpand. En wat er in dat patroon staat... is een stippellijn. En dan staat er volgens mij een schaar. Als je iets uit een oktober maakt, staat er geen schaar, maar dan staat er een potloodje. Dus dan staat er dit. En dan vraagt een cursist, wat moet ik hiermee? En wat ze dan bedoelen, die patroonmakers, is dat jij zelf die patronen gaat opdelen. Dus wat ze willen, is dat jij één voorpand tekent. Dat is gewoon die hele omtrek. Dus dan hebben we hier het voorpand. Vervolgens willen ze dat jij dit overtrekt. Staat inderdaad een schaartje, zegt Leonie. Ja. Dat je dat overtrekt. En dat je dan je beleg hebt. Zo doen ze het in ieder geval bij de oktober. Ik weet niet of ze dat bij de La Maison Victor, of ze dit onderdeel misschien apart hebben gegeven, hoor. Dat durf ik niet te zeggen. En vervolgens willen ze dat je de voering uitknipt. Dus eigenlijk zijn ze hier heel economisch bezig. Ze hebben dat ene patroondeel op het blad gezegd. En vervolgens willen ze dat jij hem zelf in drieën overtekent. Dus dan hebben we hier de buitenkant van de jas. Daar hebben we het beleg, zit aan de binnenkant. En hier hebben we de voering. En als je dat aan elkaar naait, dan heb je dit. Ja. Hebben we nog vragen? Nou, nog heel veel, maar ik denk te veel voor de tijd, denk ik. Ja, misschien moeten we die bewaren voor volgende week. Mijn hoofd begint inmiddels redelijk rood te worden, dus ik denk dat het een mooi teken is. Valt mee nog, hoor. Nou, zullen we er nog twee doen? Oké. Okay. Twee doen. En daarna ga ik jullie een cadeautje geven. Oh ja, dat hadden we nog. Dat had ik jullie beloofd. Nee, dat ging over die liniaal. Dat was niet echt een vraag. Ik kan hem wel... Ja. Oh ja, Truus die heeft nog een vraag over een patroon. Waarom geef je bij het tekenen van een kimono-patroon al bij het begin een overwijte? Kun je dat niet tekenen op je exacte maat en daarna de overwijte bepalen? Ja, dat kan, Truus, zeker. Truus volgt de online naaicursus patroon tekenen kimono. En dan teken je het patroon van een shirt of trui of wat dan ook. Maar de basis is dat de mouw eraan vast zit. Dus dat loopt zo door. Dus in tegenstelling tot wat ik nu aan heb, want daar zit de mouw zit los. Dat zijn twee losse onderdelen. De reden, Truus, dat ik dat doe, wat jij suggereert, is hartstikke prima. Dat kun je echt doen. Maar is omdat de meeste mensen niet in het loeistrak ding willen hebben. Dus dat, eigenlijk ga je dan vanaf het begin af aan al iets tekenen wat het eindresultaat is. Dus als je patroon tekent, eigenlijk teken je steeds een nieuw patroon met al in gedachten wat het moet gaan worden. Maar als jij dat een fijne manier van werken vindt, zou ik zeggen, goed idee, ga ervoor. Ja. Zijn er nog meer vragen? De laatste vraag. Oké. Ja.
Marion of Leonie die vraagt nog, dus voering en beleg zijn in één patroondeel over de, wat jij net ja, dat denk ik wel. Zo op basis van de fotootjes die je me liet zien en op basis van hoe het normaal gesproken gaat, vermoed ik dat dit het patroondeel is en dat jij er zelf 3 onderdelen van moet maken. Ja. Oké. Okay. Denk dan als laatste Marian. Eigenlijk was dat dan de laatste ene laatste vraag. Ja, oké. Okay, ja. Als ik een jurkje omzoom voor mijn kleindochter, klapt de zoom toch steeds weer omhoog als ze het jurkje aan heeft. Ik neem altijd 2 centimeter zoom en stik door met de tweede naald. Wat gaat er mis? Ja, deze vraag heb ik in de vorige vraag en antwoord ook beantwoord. Wat je dan doet is, waarschijnlijk stik je dan te dicht op de rand aan de onderkant. Want ik herken het wel hoor. Maar je stikt dan waarschijnlijk te dicht bij de onderkant. Dus wat je dan beter kan doen is bijvoorbeeld 3 centimeter aanknippen. En dat omslaan. En dan dus op 3 centimeter of op 2,5 centimeter vaststikken. Want het is gewoon te weinig stof, te weinig gewicht om mooi naar beneden te blijven hangen. Hij zal omklappen. En bij de ene stof doet het meer dan bij de andere stof. Maar de oplossing is dus vaak een lange of bredere, langere, hogere zoom. Dus geen 2, maar 3 centimeter. Ja. Oké. Okay. Zullen we het daarbij laten? Laten we doen, ja. Het uur is vol. Ja. Het uur is vol. Zoals beloofd had ik dus nog een cadeautje voor jullie. En dat is eigenlijk bijna elke keer zo aan het einde van de uitzending. Ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie op online naaicursussen. Want we kunnen nog steeds niet naar naailes. Tenminste, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik geef nog steeds geen naailes. Dus het is wel fijn om thuis lekker bezig te kunnen blijven. En het is 20% korting. Ik moet wel een goede code geven. De code is 20 op 5 maart. Mijn assistent zoekt hier eventjes de visuele ondersteuning bij op. En die is dus geldig op de... Mag ik heel even? Hij zat in die map. Oh. Daar moest ik hem toch inzetten, schatje. Nee. Ik zeg het gewoon. Ik had iets heel leuks voorbereid, iets visueels. Maar ja, jullie moeten het gewoon doen met mijn stift. Dus 20 op 5 maart. En dan krijg je 20% korting op alle online naaicursussen. En ook op de pakketten. En daar heb je al korting op. Dus dat is eigenlijk dubbelop. En deze code is het hele weekend geldig. Zo, kijk eens wat zo kan het ook. Ontzettend professioneel. Mensen toch. De cursus zit professioneler in elkaar hoor. Even voor de goede orde. 20 of 5 maart. En die is dus het hele weekend geldig. Tot zondagavond. Kun je nog het hele weekend nadenken over welke cursus je het liefst wil. Maar ze zijn allemaal heel leuk. En allemaal dus met 20% korting. Oké. Okay. Ik vond het weer leuk. Vond jij het ook leuk? Ik vond het ook leuk. Ja, sorry. Ja? Ik was nog even aan het zoeken. Maar Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ik wil eigenlijk wel heel graag binnenkort weer een nieuwe plannen. Want ik geloof dat er nog best veel vragen waren die niet beantwoord zijn. Bedankt allemaal voor je vragen. En bedankt ook voor de input. Dus als ik het niet wist, dat jullie dan eventjes met me meedachten. Goede patroontips en zo. Wil jij nog iets zeggen? Nee, ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh, en subscribe to this channel. En liken en zo. En liken, nou ja. Gewoon, ik hoop dat je er vooral iets aan hebt gehad. Doei!